Ik ben hier in de Slochten, in het kleine bos, of het overbos namen ze het ook wel. En ja, dit is een prachtige lone met beuken. En hier is natuurlijk een stuk dood hol, dat laten ze hier gewoon liggen. En het paddenstoeltje wat hier opgeruurd, dat is het elfenbankje. Nou, het elfenbankje, dat wordt wel mooi, die kan veel in sprookjes voor. En ja, god, je komt ze overal tegen. Deze die binnen eigenlijk al een beetje uitwerkt. Elfenbankjes worden voor aantast door insecten. Ze worden ook vol in blamstukjes en zo gebruikt. En dan wat ze dan nou, dan leggen ze zo'n stukje elfenbank vol in een diepvries. Dat al die beestjes en die bacteriën dood binnen. En dan gebruiken ze voor blamstukjes. Mag officieel nog, je mag gewoon paddenstalten plukken hoor. Maar er is nog een paddenstaltje wat erbij zit. Dat is het amnetistzwam. En dat is het rode koolzwammetje. Ik pluk hem even over. Miljoen nooit dan. Maar even voor het beeld is dat. Kijk, die heeft de kleur van rode kool. En hij is ook eetbaar. En dan vroeg ik me af of met rode kool de bie ook eetbaar is. Maar hij is precies dezelfde kleur. En er zijn zo twee soorten paddenstaltjes die zo bij elkaar zitten. Hier in Slochten.